De particuliere lijnbushoudersorganisatie die roert zich en dan ook de NVB vanwege de verhoogde benzineprijzen. Hoe zit het met de FOSOF? Vandaar het vraaggesprek met FOSOF-voorzitter Suraj Sahadeolal, die aangeeft dat er daadwerkelijk de bustarieven verhoogd moeten worden. Een bustarief voor Paramaribo zou dus nu SRD 15 moeten zijn. Hij is er geen voorstander van subsidies. Hij geeft aan dat om de sector gezond te maken, de prijzen gewoon marktconform moeten zijn. U hoort Suraj Sahadeolal, FOSOF voorzitter. De situatie in dit land heeft gemaakt dat de sectoren nu zich bundelen en men vraagt zich af wat er gaat uiteindelijk gebeuren met de ontwikkelingen die wij te maken hebben in Suriname met betrekking tot openbaar vervoer. En er is een mededeling vanuit de regering gedaan dat de bustarieven niet omhoog gaan. De bushouders gaan gesubsidieerd worden. Maar laat mij u duidelijk zeggen, meneer Ganes. En in Suriname, als we praten over de bussector, dan zijn er drie organisaties. Je hebt de FOSOF, je hebt de PLO en je hebt de OBS. En vandaag ga ik iets bekendmaken via de media, wat geen enkel organisatie tot nog toe heeft gedaan. En er zijn ook heel wat wiswassi-strijders die zich doen alsof zij opkomen voor de belangen van de bushouders. Maar die mensen weten niks. Ze hebben alleen maar een grote mond. Maar wanneer ze je een papier en een pen gaat geven om zaken op orde te kunnen stellen, gaan ze dat niet kunnen doen. Sorry dat ik dat zo ga moeten zeggen, meneer Ganes. Maar wanneer wij praten over de ontwikkelingen en vooruitgang binnen de sector, dan maken we geen grappen. Wij gaan moeten werken hoe wij dat werk moeten doen. En meneer Ganes, een busprijs komt tot stand op basis van een aantal factoren. Als je een busprijs gaat berekenen, men moet niet denken dat een busprijs alleen bestaat uit benzinekosten. Ja, want er is gezegd dat de verhogingen van de benzine, men gaat het compenseren. We moeten ook weten, de koers is ook steeds aan het aanpassen. En een bus wordt geïmporteerd vanuit het buitenland. Dus daarvoor moet je vreemde valutas neertellen. Die handelaren kopen die bussen en hier in Suriname wordt het dan verkocht. En wij moeten het tegenwaarde of in US dollar betalen. En meneer Ganes, dat ding is marktconform. Ja, op basis van de dagkoers ga je dan een bus moeten kopen. En een busprijs bestaat uit de volgende zaken als je je tarief gaat berekenen voor een bus waaruit het bestaat. En men moet goed luisteren. De busprijzen, als je het gaat berekenen, bestaat het uit de volgende componenten die je gaat moeten doorberekenen. En dat is 1. Brandstof en smeermiddelen. Dat is 1. 2. Heb je de banden. 3. Je hebt de verzekeringskosten. 4. Je hebt onderhoudskosten. Dat is je rem en die klussystemen. Onderhoudsrevisie. Motor en andere mechanische delen. Preventief body, dat is die Adoro Ceva bus. Ja? En interieur onderhoud, binnenkant van de bus. Je hebt dan de chauffeurloon en schoonmaakkosten. Je hebt jaarlijkse kosten als het gaat om de herkeuringen en de KKF-bijdrage. Nu moet je in een jaar 2 keer je bus gaan keuren. Je hebt de afschrijvingskosten en de financieringskosten. Dit zijn de 10 zaken waarmee je rekening moet houden als je een busprijs gaat berekenen. En hierop komt als laatst een winstmarge. Want als je een ondernemer bent, als je iets gaat doen, je gaat ondernemen, je gaat diensten leveren, heb je ook recht op winst. En meneer Ganes, de tarieven en de prijzen die wij in Suriname berekenen met betrekking tot openbaar vervoer. Als er een sector is, moet het ministerie in overleg met de sector, niet in een gesloten ruimte met 2-3 mensen en mensen van het ministerie die niet weten hoe je een calculatie moet maken, want ze hebben geen kennis en inzicht van de praktijk, dat je daar besluiten gaat nemen en je gaat het komen opdragen aan de sector. Laten wij dat het gepresenteerd wordt door het ministerie naar al die bushouders
al die belanghebbenden, hoe komt men tot een bepaald bedrag? Hoe heeft men dat berekend? Je moet het doorgeleiden naar jouw sector. Want die 2-3 mensen die daar in een gesloten kamer zitten, zij hebben die bussen niet gekocht voor al die bushouders die daar op dat moment niet aanwezig zijn. Want je doet alsof dat je ze vertegenwoordigt, inderdaad. Maar als je terugkomt met een onderhandeling, dan moet je ze laten zien op basis waarvan heeft men een tarief vastgesteld. En hoe is men hieraan, heeft men gewerkt? En dit ding dan, meneer Ganesh, sinds de PLO bestaat, sinds de OBS bestaat, ze hebben het tot heden nooit gedaan. Tedema ego, de mij onderhandelen aan de regering. De regering is gidema wansani, de mij kooferin aan wansani. En dat wordt jou opgedragen. En indien het al die tijd er goed gewerkt was in Suriname, zouden we heden ten dagen dan alleen maar oude bussen hebben in Suriname? Huh? Er is een bewijs geleverd toch? Dat die bussen die we hebben, er is iets mis. Want als die bushouder die inkomsten zou hebben, denkt u dat hij nog een oude bus zou willen rijden? Geen enkel ondernemer wil dat doen. Maar omdat die calculaties niet correct worden gemaakt, die ondernemers komen niet uit, hebben we heden ten dagen al deze oude bussen. Het is een bewijs geleverd, Asanat Noboon. En men heeft één probleem met Sahadeo Lal. Als je gaat zeggen, kom links, gaat al die andere organisaties links. Als de regering zegt, laten we rechts gaan, gaan ze naar rechts. Als de regering gaat zeggen, laten we een bocht maken, gaan ze ook bocht maken. Maar wanneer Sahadeo Lal komt, Sahadeo Lal heeft één standpunt. Ik ga rechtdoor lopen en ik ga recht lopen. En mijn doel is één ding, verdienen, sparen, investeren. Ik moet datgene verdienen waarop die bushouder, die ondernemer, waarop hij recht heeft. Dat moet je die man betalen. Want wanneer hij zijn bus gaat kopen, wanneer hij die bus gaat moeten onderhouden, hij betaalt keihard. En dit ding vind ik oneerlijk, Tomaneganis. En we zijn nu in een situatie en dit ding is door het ministerie van TCD niet transparant bekendgemaakt naar de sector toe. En dit ding kan niet zo doorgaan. Ik heb ook de president al ervan op de hoogte gesteld van president, dit is geen correcte werkwijze. We moeten dat werk gaan doen hoe het gedaan moet worden. En indien, want de politiek heeft een probleem toch? En niet alleen deze regering, alle regeringen in Suriname. Openbaar voor zijn gevoelige sector. Toch? Want de mofina's maar uit de kabus. Als jouw bedrag aan de hoge kant is, dan moet je modellen gaan bekijken. Je hebt een brandstofcompensatie. Je kan importkortingen gaan geven aan die bushouder bij het aanschaffen van een nieuwe bus. Je kan importkortingen gaan geven bij het aanschaffen van onderdelen. Er zijn zoveel mogelijkheden om die prijs van die passagier, hoe je het kostendekkend kan gaan houden en dat die bushouder als ondernemer geen verliezen gaat leiden. Het is niet alleen patsboom tarief aanpassen direct. Er zijn modellen, maar je moet de kosten van die bushouder, het moet gedekt zijn. Die man moet geen verlies leiden. Want als hij verlies gaat leiden, gaat hij niet kunnen investeren. En als je niet gaat kunnen investeren, ga je de ontwikkeling tegenwerken en de vooruitgang wordt dan in deze dan beperkt. En meneer Ganesh, ik heb dit vandaag mee willen geven. De voos of ons standpunt is altijd recht overeen. Ja, wij weten waarvoor wij gaan. De bushouders moeten datgene verdienen waarop ze recht hebben. Als ze datgene gaan kunnen verdienen, gaan ze kunnen sparen en ze gaan het kunnen investeren. En de sector gaat dan bloeien. En de huidige minister van TCT, die heeft dat tot heden niet gedaan. Toch? Hij praat met de PLO en het probleem is hierna, de organisatie en werk mee toch. Kijk maar al die andere delen van openbaar vervoer. Die bushouders komen niet uit, ze leveren hun contracten in. Er zijn kilometers tarieven hiervan in Suriname berekend 20 SRD 75 cent. Kilometers tarieven. En een bus kost $25,000 tot $30,000 op basis van 33 SRD. Bereken hoeveel dat is. Als je kilometers tarief 20 SRD 75 cent is, wanneer ga je dat geld terugverdienen en wanneer ga je weer kunnen investeren om een bus te kunnen kopen? En dat speelt zich af in Suriname, totdat een ondernemer 20, 15 jaar een bus rijdt. Terwijl je binnen 5 jaar je moet een andere kopen, je moet het vervangen. Dat is die relatie. Maar de regering laat dit niet toe.
En daarom heb ik vandaag dit willen meedelen met de gemeenschap. Look hoe de man tak tak aisa hadden op een pres, amande closed, am we doen om mensen niet aan te regeren, maar look hoe van mij takie. Kijk, die man is een president. Een president heeft structuren. Als je bij die man gaat, hij gaat zeggen van, oké, okay, er is een TCT-minister. Minister, openbaar vervoer heeft problemen. Wat die minister doet, dat weten we niet. Waarmee hij naar de president gaat, wat al die papieren geschreven staat, weten we niet. Want of nou een boonsaanschriftje of nou een boonsaanschriftje, uno sabi. Want die transparantie naar de sector toe is er niet. Wat zou het tarief dus bijvoorbeeld moeten worden van Paramaribo, gelet op de huidige situatie van koers en ook nog benzine en alle andere zaken? Als wij kijken op basis van de huidige koers, dan moet een stadsrit in Paramaribo dicht bij de 15 SRD gaan kosten. Per passagier. Ja? En nu is die tarief iets van 8,50. Maar als de regering zegt van luister, nou, ik ga ze opties geven. Luister, de samenleving kan tot 10 SRD gaan. Dan gaan we nu modellen bekijken, hoe gaan we dan die 5 nu compenseren? Er zijn modellen. Laten we dat ding gaan uitwerken. Laten we gaan praten. Laat er een breedvoerig, gedragen discussie tot stand komen met betrokkenheid van iedereen in de sector. En niet in kamers, in gesloten kantoren met 3-4 mensen iets gaan beslissen. Wat ten nadele werkt van de sector. Niet van een paar mensen, maar van de sector. Want wanneer je je bussen gaat moeten pakken in de stad, wanneer je een bus gaat willen nemen, dan zie je de situatie van de bus. En dat doet toch niet goed. Wanneer die toeristen naar Suriname komen, ze zien toch wat we hebben hier in het land. We moeten een facelift gaan geven aan ons openbaar vervoer. Ja? En het is niet dat die bushouders dat niet kunnen kopen. Broer, als je gaat kunnen verdienen dat wat je moet verdienen, gaan ze zelf investeren. Want het was niet altijd zo. Eens was het wel zo, toen de koers 2,80 was, dat alles goed was. Drap bij Assam bij berekenen, boom. Want toen hebben heel veel bushouders geïnvesteerd, gespaard en geïnvesteerd. Ik heb een duidelijk boodschap voor de minister van TCT. Minister TCT, u moet de sector serieus nemen. Ja? En iedereen weet dat je met Sahadeo Lal niet links, rechts en bochten gaat kunnen maken. Ik loop altijd recht. Met een opgeheven hoofd. En daarom is Sahadeo Lal een probleem voor velen. Ja? Maar mijn doel is één ding voor de sector. Verdienen, sparen, investeren. Dat is ons doel. En dat moet alle bushouders vandaag, wat ik gezegd heb, je moet het vasthouden. En wanneer er zaken gepresenteerd voor jou worden, wanneer al die prijzen stijgen, dan klagen jullie toch? Jullie zeggen van jullie komen niet uit. Maar er is een reden dat je niet uitkomt, toch? En wanneer je gaat moeten onderhandelen voor je tarief, dan moeten we ook praten en zeggen de dingen hoe het eruit ziet. En een probleem, en if de organisatie in werk mee, als er 2 organisaties zijn die gewoon meewerken, gaan ze zeggen van ja, Volkshof praat te veel, man. Want de regering, als je zegt, de true organisatie, de mij te kassaan chill, de mij te kassaan relax. Maar dat is die blunder. Daarom kijk naar al die bussen in Suriname. En ik kan dat ook, ik kan dat niet vooropstellen. Ik kan niet, het zit niet in me, ik kan het niet doen. Daarom ben ik eens. If de mao arka interview ziet, jullie moeten je mindset gaan veranderen. En er moet een verbetering komen voor ons openbaar vervoer. Laten we dat ding gaan aanpakken hoe wij dat moeten doen. Men heeft gekozen voor een nieuwe regering. Men heeft betere verwachtingen. Laten we dat gaan bewijzen. En minister TCT, u moest teka worden serieus. Want ik heb aan de minister ook al gezegd, het beleid dat je voert uit naar TCT, het is een rommelbeleid.